Welkom bij Vrijmibeurs nummer 11 van vrijdag 11 december. Een videoserie die we elke week maken waarin we het meest belangrijke en meest interessante nieuws van de afgelopen week bespreken. Zodat je alles weet wat je als belegger zijnde moet weten. Ook in deze video heb ik weer een paar onderwerpen die ik graag wil bespreken. Ten eerste natuurlijk de flinke correctie van afgelopen woensdag. We hebben ook twee IPO's gehad deze week. DoorDash en Airbnb die ik even kort wil bespreken. We hebben veel nieuwe beleggers. Niet alleen in Nederland, ik denk overal wel. Maar we hebben ook zeker veel nieuwe aandelen. Dus eigenlijk alles komt erop neer dat er heel veel nieuw geld de markt in komt. Dat is het centrale onderwerp eigenlijk van deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Verschillende onderwerpen zoals gezegd, maar die allemaal wel eigenlijk een beetje centraal staan rondom het bepaalde centrale onderwerp nieuw geld. En laten we dan beginnen met de flinke correctie van afgelopen woensdag. Want op de Amerikaanse beurs was er in één keer een flinke correctie te zien. Een best wel sterke daling op een best wel korte periode. Op mijn Instagram noemde ik het een beurscrash. Dat is natuurlijk niet helemaal het geval. Want bij een crash is pas sprake wanneer er min 10% is. Dat was gelukkig nog niet het geval. Maar ja, ik moest snel een berichtje wilde ik met jullie delen. En misschien wel omdat ik onder de indruk was van mijn best wel grote verlies bij de Giro van bijna 8000 euro. Heb ik dus eigenlijk de verkeerde hashtag gebruikt. Daar werd ik al vrij snel op gecorrigeerd. Het moet geen beurscrash zijn, maar een correctie. Maar zeker wel een flinke correctie. En dat had vooral te maken met verschillende onzekerheden die er eigenlijk die dag waren. Ten eerste vanuit Europa, waardoor er eigenlijk steeds meer onzekerheid kwam over een Brexit-deal, of juist het gebrek aan een Brexit-deal, want het ziet er steeds meer naar uit dat er een no-Brexit komt. Dus eigenlijk, of een no-deal-Brexit, zo moet ik het zeggen. Dus dat eigenlijk het Verenigd Koninkrijk per 1 januari dus uit de EU stapt, zonder dat er eigenlijk overal duidelijke afspraken over zijn gemaakt, kan een behoorlijke impact hebben op de handel en dus ook op de economie. Gevolgd door eigenlijk het nieuws uit Amerika. Aan de ene kant eerst de tech-aandelen kregen een flinke klap. Dat komt omdat juist Facebook nu wordt aangeklaagd. Ze worden onderzocht en ze worden eigenlijk beschuldigd van hun machtsmisbruik, van hun monopoliepositie. Dat heeft natuurlijk impact op Facebook, maar indirect ook heel veel andere bedrijven. Andere grote techbedrijven die natuurlijk eigenlijk een beetje in dezelfde positie zitten. En dat misschien Facebook de eerste is. En dat gevreesd wordt dat juist andere bedrijven, misschien niet zozeer Apple, maar denk bijvoorbeeld aan Amazon, Google, dat soort bedrijven dus ook misschien wel in de toekomst onder toezicht komen of in ieder geval worden aangeklaagd. En tenslotte nog meer nieuws uit Amerika. Maar dat had dan weer meer te maken met het steunpakket vanwege corona. Ja, er is ook steeds meer onzekerheid of die steun komt. Die zal er wel komen, het duurt alleen steeds langer. En daar is de beurs ook heel erg afhankelijk van, dat zien we wel. Zodra die onzekerheid daarover toeneemt, heeft dat een grote impact op de beurskoersen. Want natuurlijk met een nieuw steunpakket komt er heel veel geld de economie in. En als het de economie in komt, is dat juist goed voor deze beursgenoteerde bedrijven. Dus hoe langer dat uitblijft, hoe slechter het eigenlijk is voor deze bedrijven. Zeker als beleggers ervan uitgaan dat ze eigenlijk die steun al veel eerder zouden krijgen. Maar dat is dus het eerste onderdeel van nieuw geld wat richting de beurs of richting de economie gaat. In dit geval vanuit de overheid. We hebben ook een ander onderdeel. We zien namelijk dat er heel veel nieuwe beleggers zijn. Dat heb ik natuurlijk op dit kanaal gemerkt. En dat merk je misschien om je heen ook wel. Beleggen is weer heel erg interessant. Dat zien we ook hier in Nederland. In dit nieuwsbericht zien we dat het inmiddels 1,7 miljoen huishoudens in Nederland aan het beleggen zijn. En dat is een toename van zo'n 17% ten opzichte van vorig jaar. Nou, de belangrijkste reden die hier wordt genoemd is de lage rente. De rente is eigenlijk bijna naar een nulpunt gegaan. Dus rente levert eigenlijk niks meer op. Sparen levert niks meer op. Het kost je in principe geld als je de inflatie mee gaat rekenen. Dus heel veel mensen, wat ik ook aanraad, houden misschien een buffer aan. Maar het overige geld wat ze hebben, willen ze wel laten renderen. En eigenlijk een van de weinige momenten of een van de weinige plekken waar nu nog rendement te halen valt, is juist op de beurs. Dus ook op die manier komen heel veel mensen willen gaan beleggen. Heeft ook te maken met corona. Mensen hebben meer tijd over. Dus ze willen misschien juist wel die tijd investeren om het een beetje uit te gaan zoeken. En het zelf, ja, dus zelf in de hand te nemen. Zelf beleggen wordt steeds populairder. En tenslotte heeft het ook te maken met dat gewoon de beurzen natuurlijk een flinke tik hebben gehad eerder dit jaar. Dat zien mensen dat het ook weer uiteindelijk wel weer herstelt. Ze zien dus dat er mogelijkheden zijn om geld te verdienen. Ze zien dat de economie misschien wel verandert. Dus juist bedrijven en aandelen zijn volatiel op de beurs. Dus je kunt er misschien wel van profiteren.
Ik denk dat een groot gedeelte van deze mensen ook echt richting losse aandelen gaat, wat meer risico wil gaan nemen en ziet wat bijvoorbeeld IPO's we op dit moment hebben en hoe die gewaardeerd zijn. Dus ook dat is weer een tweede manier eigenlijk waardoor er nieuw geld de beurs op komt, omdat er gewoon nieuwe beleggers zijn. En voordat we gaan kijken naar het volgende onderdeel wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, want dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Maar je helpt ook het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En mocht je nog zelf meer video's willen zien, maar je bent nog geen lid van het kanaal, onder deze video vind je een link om te abonneren. Ik maak elke week 3 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus ga dat zeker doen. Abonneer als je nog geen lid bent. Maar dan gaan we nu verder met het volgende onderwerp. En dat zijn de IPO's. In het eerste geval van DoorDash, maar ook van Airbnb. Want ik heb in eerdere video's al aangegeven dat IPO's en SPACs dit jaar heel erg populair zijn. Dus heel veel bedrijven die nu juist naar de beurs willen gaan. Zij doen dat natuurlijk om geld op te halen. Ook zij zien dat er heel veel geld op de beurs is. Dat mensen graag in nieuwe bedrijven investeren. Dus ze gaan er eigenlijk, proberen ze dat nu nog te doen. Nu er nog zoveel mensen blij zijn als er nieuwe bedrijven komen. Omdat ze juist op die manier heel veel geld op kunnen halen. Particuliere beleggers denken dan vooral dat ze heel veel kunnen verdienen. Terwijl het juist eigenlijk de grote investeerders zijn die al eerder in deze bedrijven zaten. Die eigenlijk de grote winst maken. Laten we als voorbeeld bijvoorbeeld nemen ten eerste DoorDash. Het aandeel opende op de beurs voor $102. En dat is eigenlijk al hoger wat voor het aandeel wat eigenlijk naar de beurs zou gaan voor $80 of $90. Die eerder werd voorgesteld. En zelfs dat was alweer hoger dan eerder volgens mij 60-70 de planning was. Ze zien dus dat er wel heel veel markt is voor dit soort aandelen. Op de eerste dag steeg de koers van het aandeel naar $184, oftewel een plus van 80%. Maar zoals je ook hier kunt zien, zijn het eigenlijk dus niet de particulieren die eigenlijk kunnen hebben profiteren. Want het opende meteen op 184. En het is eigenlijk naar de hand een beetje gedaald. Dus het zijn juist die aandeelhouders die ik zei, die al eerder in dit bedrijf zaten voor de IPO, die natuurlijk nu grote winst hebben kunnen zien. Want zij zijn misschien ingestapt met een aandelenkoers zeg maar van dat moment $50 of misschien wel lager. Dus die hebben dus grote winsten gezien en juist niet die particuliere beleggers. Maar ook Airbnb had gisteren een IPO. Ook zij zijn naar de beurs gegaan, ook juist om te profiteren van deze huidige omstandigheden. Terwijl het eigenlijk met het bedrijf niet zo goed gaat. Want je snapt natuurlijk wel, als er minder gereisd wordt, is er gewoon minder omzet voor Airbnb. Ik geloof in het laatste kwartaal zo'n 40% minder dan vorig jaar. Maar ze willen toch profiteren. Ook ik wilde wel een gokje wagen. Het aandeel zou zo rond de $68 naar de beurs gaan. En ik heb wat verschillende analyses gekeken, al hier op YouTube onder andere. En dan zag je dat die koers ongeveer wel een eerlijke waardering was voor het bedrijf. Gaan we echter naar de koers kijken wat het gisteren heeft gedaan. Dan heb ik dus geen aandelen gekocht, want het ging letterlijk gezegd gewoon helemaal door het dak. Het aandeel opende op $153 of $154, oftewel een plus van 125%, wat het dus totaal overgewaardeerd maakt. En ook hier zie je weer, het is eigenlijk op het hoogste punt geopend, na de hand nog een beetje gedaald. Dus de particulieren die het aandeel al vrij snel hebben gekocht, die staan nu al in de min. En het zijn dus wederom de grote partijen die al eerder aandelen hadden, die hier nu juist van profiteren. Dat zien we ook bij een paar statistieken die je hebt kunnen vinden op eToro, een broker die ik sinds kort gebruik. Kijk hier bijvoorbeeld naar Airbnb. 5,6% van de beleggers bij eToro investeert in Airbnb. En allemaal hebben ze een buy-positie. Misschien zou het kunnen komen omdat er nog geen short-positie mogelijk is. Maar het is dus wel zo dat deze mensen dus waarschijnlijk allemaal in de min staan. En ook ik wilde dus eigenlijk wel een beetje een gokje wagen, want het is een groot risico. Maar je zou een groot rendement kunnen doen. Maar niet bij deze opening, niet bij dit soort bedragen voor deze aandelen. Dus ik heb dat niet gedaan. Maar ik was dus eigenlijk van plan via eToro, een broker die ik nu sinds 2 weken gebruik, juist voor wat meer voor de korte termijn aandelen te kopen. Hier is het namelijk mogelijk om kosteloos aandelen te kopen en verkopen, wat het gewoon heel erg interessant maakt. En wil je nou ook gaan beleggen bijvoorbeeld via eToro, of in ieder geval de review kijken die ik heb gemaakt over eToro. Een link daarvan vind je onder deze video terug. En dit was dus wederom een manier waardoor er eigenlijk nieuw geld richting de beurs gaat vanwege nieuwe bedrijven. Maar er is nog een laatste manier en dat is juist nieuwe aandelen. Want wat we net zagen zijn juist nieuwe bedrijven die nieuw komen op de beurs. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die al op de beurs zijn. Ook zij kunnen profiteren van het sentiment op dit moment en de hoge koersen. We zien dat heel veel bedrijven vaak nu wel op een all-time high staan. En zij kunnen profiteren door juist nieuwe aandelen uit te geven. Dat gebeurt ook heel veel en vooral bij de aandelen rondom elektrische voertuigen.
Laten we ten eerste bijvoorbeeld kijken naar Tesla. Zij hadden afgelopen week het nieuws dat zij opnieuw voor de tweede keer dit jaar een aandelenuitgifte gingen doen. Zij wilden daarmee 5 miljard dollar ophalen. Dat hebben ze begin van de week aangekondigd, ik geloof op dinsdag. En ik geloof dat op donderdag alweer bekend werd dat eigenlijk de aandelenuitgifte alweer af was gerond. Ze hebben de 5 miljard opgehaald. Het zal waarschijnlijk ook te maken hebben gehad met de dip die we op woensdag zagen. Juist omdat er een groot gedeelte van nieuwe aandelen de markt op kwam. Bij Tesla zien we dat tegen de huidige waardering van meer dan 600 miljard... deze 5 miljard geld wat ze op willen halen zorgt voor een kleine verwatering van 0,8%. Oftewel, net zoals ik heb aandelen. Ik ga er eigenlijk in waarde 0,8% op achteruit, omdat de winst, de toekomstige winst, verdeeld wordt over meer aandelen. Ik vind dat niet erg, want tegelijkertijd halen ze wel 5 miljard dollar op. Dat zorgt ervoor dat ze waarschijnlijk aan het einde van het jaar 20 miljard dollar in kas hebben zitten. Dat geld kunnen ze natuurlijk gebruiken om meer te innoveren, meer te investeren in hun technologie, maar zeker ook in nieuwe fabrieken te bouwen. En daar ga je als aandeelhouder de komende jaren natuurlijk van profiteren als de afzet toe kan nemen. Maar niet alleen Tesla deed dit, ook NIO heeft dit gedaan. Zij hebben natuurlijk ook met hoge koersen te maken op dit moment. Dus het moment om aandelen uit te geven om geld op te halen. Ze hebben 60 miljoen nieuwe aandelen willen ze op de markt gaan brengen. Op dit moment hebben ze er 1,3 miljard. En dat zou dus zorgen dus voor een wat grotere verwatering van 4,5%. Ik denk dat dat ook vooral weer een reden is dat de koers is gedaald. Dat veel beleggers, minder dan 1% gaat nog wel. Maar richting de 5% dan ben je alweer 5 keer veel meer verwatering dan bij Tesla. Daar gaat de koers natuurlijk op reageren. Hebben we ook gezien bij NIO. En tenslotte bij Xpeng eigenlijk hetzelfde. Het bedrijf dat trouwens wel verdacht wordt van data te stelen eigenlijk van Tesla en van Apple. Dus misschien heeft dat nog impact op de toekomst. Hou daar in ieder geval rekening mee. Ook zij hebben nieuwe aandelen uitgebracht, hebben dat aangekondigd. En zij willen dat gaan doen met een korting van 8% op de koers van dat moment. Nou, dat gaat beleggers gaan dan denken van, dan zal de koers op dit moment te hoog zijn. Dus als je het zelf al tegen 8% korting gaat verkopen. Dus ook daar hebben we een daling gezien. En dat was dan de laatste manier waarop er eigenlijk weer wederom nieuw geld de markt in komt. Juist door de aangifte van bestaande bedrijven, maar wel met nieuwe aandelen. Ik ben ook erg benieuwd wat jij ervan denkt. Van eigenlijk alle besproken onderwerpen in deze video. Van het geld dat weer richting de markt gaat. En hoe jij denkt over de aandelenbeurs op dit moment. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je dus een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke onderwerpen en video's jullie interessant vinden. Maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als dit nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.